mensen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Stukjes en Friends. Ik zit hier random op Gold Diamond. Oh wow, zag die vloer. Lily heeft een IJslander gekocht en ik vind die IJslander echt poep, maar ja. Ik ben aan het kaarten met Lily en als het goed is ook met Tindra. Mijn account, mijn IJslander. Mijn stok. Ja. En er is, ja, ik ben weer eens aan het eten. Sorry jongens, maar ik ga gewoon weer lekker eten. Wow! Wow, dat was eng. Oké, ik eet weer, dus jullie hebben pech, maar ik ga gewoon blijven eten in video's. Pech voor jullie. Punt 1. De kerstboom, die is weg. En ik vind dat helemaal niet zo erg, want die stond echt heel erg in de weg. Maar bij mij staat er nu een mini kerstboompje hier zo. En die is natuurlijk niet even groot, maar ja. Goed, ik wil gaan beginnen met chipcookie level 15 maken. Want die heb ik van de week getraind. Dus we hoeven nog maar één race te doen. Dus dat gaan we doen. En ik weet nog niet wat voor een race eigenlijk. Ik denk dat we naar het kerstdorp gaan. Want ja, daar heb je racen voor weinig XP en zo. En dan kunnen we daarna gelijk de nieuwe kerstmissies doen. Want er zijn dus nieuwe kerstmissies. En dat is wel leuk. Dus dat gaan we ook zo meteen even doen op Chipcookie, die dan level 15 is. En Goed. Oh, kut! Ik praatte met het verkeerde poppetje. Nu ga ik terug. Hey, Shadow Sisters Army! Okay. We gaan deze race even doen. Dan, het is level 15. En, een tijdje geleden heb ik gezegd dat ik real life video's wilde gaan maken met vloggen of camera neerzetten of weet ik het wat. Nice. En dat wil ik dus eigenlijk ook echt gaan doen. Maar ik heb er nog niet echt de tijd voor gevonden. Maar wie weet komt er van de week ooit een video online waarin ik zeg dat ik in full screen sta, dat ik dus real life aan het opnemen ben. Dat lijkt me een leuk idee, want het lijkt mij vooral ook gewoon saai om alleen maar mij te zien als ik Star Stable speel. En mij lijkt het dan leuk om ook real life video's te maken en niet alleen maar op Minecraft. Want dan moet ik iedere keer wachten op Anna en daar kan ik niet altijd op wachten. Maar er is dit weekend een een speciale aanbieding. En dan krijg je bij alle Starcoins pakketten met Starrider krijg je 3 keer extra Starcoins. Dus als je 1 maand zou kopen, normaal 100 Starcoins krijgt. Extra dan. Oh, paard. Oké. Dan krijg je nu 300. En dat is dus bij alles. Woehoe, level 15. Oké. En ik heb trouwens heel veel kerstmunten. Dus misschien kunnen we nog wel iets in gaan wisselen. In ieder geval, dat zou ik heel graag willen. Maar ik ben nog steeds geen Star Rider. We gaan naar de kerstman voor de nieuwe missies. Mijn scherm is een beetje vies. Dus vandaar dat ik opeens de andere kant op ging. Oké, kerstman. Praat met de kerstman over de hulpjes. Oké. Ga kijken bij het hulpje Ponga. Ga Trangel opzoeken in het café. Oké.
Ga kijken of Zingel, modieus hulpje achter de kledingboutique, kunt helpen. Nou, laten wij eens eventjes kersthulpjes gaan helpen. Omgekeerde logica. Oh, ik zie een kerstmuts. Ik ga hem pakken. Oeh, kerstmuts. Nice. Jee, eten. Ik geef mijn paarden trouwens weer eten. En... yes, kerstmuts. Ja. Dus ja. Bij het café stond er... oh, daar. Oh joh, er staan ook gewoon dingetjes op de map. Oké. Kerstmuts. Wow, ik heb gewoon 2 kerstmunten gekregen. Nice. Moet ik zeker weer afstappen? Rotzooi opruimen. Wauw. Ik vind het zo stom. Oh, daar ging iemand weg. Als dat Lily is, dan ben ik niet blij. Nee, Tindra. Oh ja, oké, Tindra. Maar Tindra die antwoordt al de hele tijd niet. Dus ik denk gewoon dat ze vet vage wifi heeft. En ik eigenlijk ook wel. Ik heb niet zo'n hele goede wifi. Oei, ik krijg lekker veel geld van. Nu gaan we naar de rest van de beestjes. En eerst die missie doen en dan in één keer terug naar de kerstman. Ik haat die rendieren echt. Die zijn echt zo lelijk. Vind je? Ja. Oh. Ik heb mijn paardje veranderd in een rendier. Ik heb het al meteen weggedaan. Je krijgt dat voor die missies. Oh, leuk. Krijg je er een ik wil het op zich wel proberen. Want... vorig jaar kon ik geen rendier worden. Dat heb ik ook in mijn vorige video gezegd. Zo van, nee, ik heb dat nooit gekund. Maar, ja. Oh. Nou ja, dus je hebt ook, je hebt een galop dan. En die ziet er zo fucking dom uit. Zie, daar hebben ze echt geen werk in gestoken aan die galop. Ja, maar die rendieren bestaan al een tijdje. Oké, okay, vertel. Heb ik daar gewoon niet echt iets aan veranderd, alleen de kleuren. Ja, dat wel. Echt, alleen de kleurtjes. Oké, okay, hoe kan ik jou dan weer helpen? Pak de kleding die op de... ja. Wauw, ja, oké. Okay. Ja. Het is eng! Wat is eng? Weet je dat ik dingen in mijn beeld... ik kon daar op klikken van die glitter dingen, hè? En daar stond iets bij van neem of zoiets. Nee. Ik word hier bang van. Nee, echt. Hoor je nou? Heel tijd... ja, nou hoor ik rare... het raar. Ik heb echt heel tijd... Ah. Kunnen jullie stoppen met door elkaar praten? Dat is heel irritant. Ik kom er maar in. Zijn er nog niet? Nice. Ja, dus ik heb heel tijd rare dingen, glitches-achtig iets met mist. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon echt eng. Ik kan precies al halve missies doen van missies. Oh, mama. Oh, dit is zo schattig. Wat is dat? Allemachtig. Ja, dat is ook echt iets wat de kerstman zegt. Zijn er missies? Ja, van de update. Even kijken, waar moet ik heen? Lily, gaat net de verkeerde kant op. Let me see, waar moet ik heen? Huh? Nee, helemaal naar die gletsjer. Mam, moet ik ook eentje van me? Ik ga vet slow. Is het aan mij of ga je nu echt zo traag op dat ijs? Nou, ja, eigenlijk wel.
Raar. Oh ja, en er zijn Connemara's uit en ik ben blij. Maar ik kan er niet heen. Nee. Die harde daarom, is echt. En daarom ga ik strakjes op een... Wow, hier is iets neergestort. Op een account van iemand. En ik ga niet zeggen van wie, want ik heb geen toestemming daarvoor gekregen. Ik heb het wel gevraagd, maar ik heb geen toestemming gekregen. En Oké. Maar deze ervaring is niet meteen op. En dan probeer je nog de Oekraïnse rebellen te organiseren. Dat terwijl Rusland betrokkenheid altijd heeft ontkend. Kunnen we de Connemara's zien? Ze zijn blij met dit maakt natuurlijk onderdeel uit van het hele traject van het vinden van kaders en het bevechten van de kaders. Wat moet ik nu doen? Moet ik nu naar de kerstman? Ja. Alright, go to the kerst. Mooi! Oh, ik dacht even dat die Shadow Sisters Army dat hoor, sorry. Met zo'n topje met spaghetti bandjes. Oh my god. Wie wil dat nu nog aan? Ik moet even een t-shirt? Oké, doe ik soms nog aan in de winter. Maar ik heb toevallig vandaag een t-shirt aan in het echt. Want ik heb geen lange shirts meer en geen truien. Maar ja. Ik heb een trui aan. Een soort van kersttruien in mijn kast liggen. Ga kijken bij de rendieren in IJzerwad. IJzerwad? Zijn het dat? Oké, ik moet naar andere rendieren. Ga er nu geen witte kopen, want die krijg je al. Waarom zou ik dat willen? Ik bedoel, ik ga er niet expres starcoins uitgeven. Ben je gek? Nee, ja. Ik heb van de week wel papercook. Wauw. Ik heb van de week wel iets gekocht, maar nu heb ik een mooier aantal starcoins. Ik weet niet meer wat ik heb gekocht eigenlijk. Dus. Ik heb 1605, want ik heb starcoins gekocht. Sinterklaas. Gekocht van Sinterklaas, ja. Gekregen. Ja, jongens, ik kan niet over het hek springen, hè? Ja, dan moet ik helemaal omlopen. Dat is gemeen. Oh ja, nogmaals, sorry dat ook deze video best wel lang duurt. Maar ja, kerstmissies die wil ik gewoon niet overslaan. Dus, ja. Die dingen die verschijnen ook gewoon. Oh, ik heb een post opeens. Waarschijnlijk omdat ik niet antwoord op de chat of zo. Oh, waar moet ik heen? Iemand die volgens mij zo een post. En dan was het zo van, oh, kom naar Veeldeel, kunnen we samen rijden? En dan opeens random, ik heb nooit wat gevraagd daarnaar. Oh ja, mijn paard heet hier wel, Flash. Ik heb dat nooit gevraagd. Wow, hier ligt allemaal shit. Dat is echt zo'n raar mens. Oh, hier een ding. Ah, die geheime schuilplaats. Hé, wat is dit nou weer? Oh my gosh, een rendier! Huh? Een rendierpoeder. Oh my gosh, dat is zo vet. Oh, hallo. Kat. Oh, ik neem dat ik nou verder ga. Van de saboteurs zal ik doen. Saboteurs. Oké.
jongens. Kom ons uit te nemen. Wow, die gast is vet snel. Maar ik ben sneller. Oh, oké. Okay. Ja, Lily, toen reed je me voorbij, hè? Jeetje Mina, maar een beetje lelijke muziek. Waarom sta ik hier opeens weer? Oké. Hier zo. Wat is dat eentje met haar? Wat? Dit gesprek boeit me niet. Ik ga er niet zo naar gaan. Ik heb een klant, maar ik weet nooit wat het terug is. Oké. Ben je van plus? Goed, nu we die hebben, gaan we hem eventjes opdoen en eventjes mijn mail checken. Ik weet al hoe dit werkt, maar ik vind het een beetje jammer dat we de witte krijgen en niet gewoon de oorspronkelijke. En wow, dit had ik eigenlijk niet verwacht. Maar de halve is veel te groot, hè? Wat? De halve is veel te groot. Ja, dat is echt niet normaal. Ik ga gewoon met alleen dekje rijden, want zo rijden... Al die andere knollen ook, die hoeven ze niet af. Ik vind het zo helemaal mooi. Deze galop gaan. Dit is gewoon een pony, jongens. Ik heb mijn paard getransformeerd in een rendierpony. Kijk eens naar die voorpoten. Ziet er echt erg uit. Ja, maar dat is een normale pony ook, hoor. Oké, ik ga nog eventjes kijken of er iets... kunnen vinden. Want ik heb gezien dat er een nieuw dingetje is. Volgens mij daar. Van munten. En misschien kan ik wel even kijken wat het is. Maar snap je een beetje waarom ik die dingen zo lelijk vind? Ja. Oké, dus dit is een dingetje waarmee je ook een rendier krijgt. Ik denk dat ik hem voor één keer wel ga kopen. Oh, ik kan er maar één keer komen. Oké. Okay. Ik vind het niet erg. Ik ga even mijn mail checken en dan ben ik bij jullie zo meteen terug op dat andere account. Want op dit account heb ik niet veel meer. Oké, mensen. Ik ben weer op het andere account. Waarvan ik geen toestemming heb gehad of ik dit mag. Of ik naam mag zeggen en laten zien. We gaan met dit leuke account. Ik vind het echt leuk, want deze heeft de stippel misstaan. Woehoe! Oké, gaan we naar de Comara's. En, ja, de Comara's die vind ik wel mooi. En, ja. De valpartij komt voor. Er staat er eerst eentje. Er staat er één in Fort Pinta. En ik ga nu iets harder praten omdat de tv bij Tinder vet hard staat zoals altijd. Er staat er dus één in Fort Pinta. Wow, dit account heeft gewoon de missies van dat ene ding nog niet gedaan. Oké. Spirit! Ik kan jij lekker niet, hè, Spirit? Jij kan lekker niet bokken. Lekker voor je deze. We gaan verder. En ik ga weer wat in mijn mond. Nou,
Volgens mij weten ze allemaal. Bij kinderen is het altijd heel lastig in te schatten of ze daadwerkelijk wel goed kunnen aangeven of het gevoel goed is in de handen. En ik heb haar gevraagd om even de ogen dicht te doen en te kijken van, oh, ja. Klopt het wel? Gaan wij spinnen aan? Ik wil straks nog even naar de poort van Mistval gaan. Want zoals jullie zien is het al helemaal mooi geworden. Misschien kunnen we, ook al mag het niet, er proberen in te glitchen. Ja, dat zie ik niet. Ga je dat nu echt doen? Ik ga dat echt niet doen hoor. Dan ga ik nu echt niet meedoen. Ik ben al echt bang om geband te worden. Ik zou dat maar niet doen op andermans account. Nee, maar Ben kan niet langer duren dan een aantal weken. Goed, dit is één beest. En dit account heeft ook heel weinig starcoins, maar ja, volgens mij komt er iemand anders op dit account. Dus ik ga vragen of degene van wie dit account is, even zijn wachtwoord wil veranderen, want ik kan dat zelf niet doen. Dat zou ook heel gemeen zijn, want dan denkt ze dat ze gehackt is en zo, en dat wil ik niet. Dus ik ga even vragen of ze haar wachtwoord wil veranderen, want iedere keer zijn die starcoins nu weg. En dat komt waarschijnlijk omdat hij geen dingen koopt en zo. Dat is nogal logisch. En de paardenmarkt is aan het opzetten. Woehoe. Goed, we moeten naar Narda heen. En nu ik toch op dit account zit, gaan we ook gelijk even naar de Pinto Arabieren. Van alweer een tijdje terug. Want die heb ik ook nog niet laten zien. Dus nu moeten we wachten en wachten en wachten. Dus ik zie jullie zo meteen. De boot komt eindelijk. Het duurde echt vet lang, omdat die uit Zuiderhoef net aankwam. Is er iemand in die boot? Nee, dat is een nieuwe boot. Weet je wat er is? Dit is zo raar dat die achterkant weggaat als je je camera zo draait. Nou ja. Ik wil jullie trouwens ook even informeren dat een video die ik vorige week, of misschien al de week ervoor, weet ik niet, heb geüpload van Spirit, dat ik die opnieuw ga uitbrengen later vandaag. Omdat die wat probleempjes heeft. Er staat een extra tekstblokje in die er niet wordt. Bij sommige filmpjes hoor je Tindra op de achtergrond. Dus die heb ik eventjes van mijn kanaal afgehaald. Maar don't worry about that. Ik ga later vandaag dus weer opnieuw zetten. Ja? Je weet toch wel dat ik net zei 101 streepje quest? Ja, denk ik. Die krijg ik nu als quest, hè? Maar eerst doe ik geheim schoolplaats. En nu doe ik heb deze. Wat? Wie ben je? Hoe heb je mij gevonden? Ja, hallo. Jij hebt mij gevonden, maar doe dat. Stop. Shopboard vastje. Lily! Jij stop. Oh my god. Lily? Kom. Ik zit in dit ding niet meer in de club, hè? Oh, wauw. Nice. Nog steeds niet. Degene die op dit account ook kan, en dat is niet de beheerder van dit account, die heeft dit account uit de club gehaald. Maar degene van wie dit account is, die kan niet meer op dit account. Dus die weet dat helemaal niet. Of nou ja, ze weet het nu wel, maar ja. Als ik van Samantha mag, nog even tel op om even Samantha weer terug te krijgen in de club. Tindra, stil. Nee, daar staan ze niet. Nee, dat was ik even vergeten. Als ik hier kom, ren ik automatisch naar de Shires. Maar heeft die ene dan haar wachtwoord veranderd? Nee, nog niet, maar ze zei van wel. Maar dan kan ze toch nog wel op haar account.
Ja, ik weet het niet. Hier, kijk, dit zijn de Connemara's. Deze en die daar. En deze vind ik nou heel echt lijken. Het is gewoon echt, omdat een pony op de manege, die ziet er echt precies zo uit qua het hoofd dan qua lijf niet. En dit paard vind ik gewoon super schattig. Dus als ik genoeg Starcars heb en Starrider ben, zeg dan even welke ik moet kopen. En als het me lukt, kan ik een poll aanmaken. Ik ga het proberen. Ik heb geen idee hoe het werkt en of ik het ga onthouden. Maar welke van deze ik moet kopen. Dus dit is nummer 1. Dit beest. En dit is nummer 2. Dus welke moet ik kopen? Zet dat even in de reacties als er geen poll zeg maar wordt. Ik vind nummer 1. Straks, ja, vind je nummer 1. En de Ruby goed, nu gaan we nog heel erg snel naar de Pinto Arabiera. We gaan nog even snel naar de Pinto Arabiera. Want die heb ik ook nog niet gezien. Toen was ik ook geen Star Rider meer. Ik ben echt vet lang al geen Star Rider. Oh, mijn vries kan als een rendier. Nee, wat? Oh, ja, maar hij wordt wit. Dat vind ik niet mooi. Oh my god, dit is zo amazing. Wauw. Op naar de Pinto's. Zijn de Pinto en Rabieren. En we gaan er snel doorheen, want anders duurt deze video meer dan 30 minuten. En dat wil ik liever niet. Ik haat die tv op de achtergrond met Tim al zo erg. Goed. We gaan er snel doorheen. Want ik wil niet dat deze video 30 minuten duurt. Deze is mooi, maar ik vind het iets te lichtbruin. Deze is mooi, maar hij is iets te lichtgrijs. Dit paard zou ik op zich wel willen kopen, want ik vind het een beetje de dochter van Spirit. Laat ik het daarbij houden. Nee. Dus, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze alweer lange video. En ja, tot in de volgende video maar weer. Doei!